Met Margarine met de klantenservice. Ja, maar mevrouw, het is nu lunchtijd. Zou u mij kunnen terugbellen over een uurtje? Oké, bedankt. Ja. Lunchen. Wat heeft het bij mij? Lekker broodje kaas. Een ontbijtje. Zo, vind je dat lekker, een broodje BPA? Huh? Broodje BPA? Wat bedoel je? Ik ben aan het Sonja bakkeren. Kijk maar, ontbijtkoek. Moet je naar je buurvrouw kijken wat zij bij zich heeft. Ja, dat klopt. Ik hou niet van een broodje BPA. Dus als ik naar mijn werk ga, dan neem ik mijn lunch mee in deze zakjes. Je kan hier je banaantje in doen. Oh. Nee, laat eerst de rijstwafels eruit halen. Je kan de rijstwafels erin doen. Of je brood natuurlijk. Banaantje. Dan kan je nog een zakje meenemen waar je eventueel je andere fruit in doet. Zoals je sinaasappel of je kiwi of je appel. Wat is nou het voordeel van deze zakjes? Nou, we weten allemaal dat plastic zakjes, dat die in de eerste plaats ontzettend slecht zijn voor het milieu. Vooral als je elke dag weer een nieuw zakje meeneemt naar je werk. Maar plastic, en vooral plastic zakjes, die zitten vol met schadelijke stoffen, zoals BPA, wat dan in jouw brood doorlekt. Nou, deze die zijn als eerste recyclebaar, dat wil zeggen, je kan ze gewoon ontelbare keren hergebruiken. Het enige wat je hoeft te doen 's avonds is even in de wasmachine doen, of even gewoon met de hand onder de kraan wassen, even aan een wasknijpertje hangen, en de volgende dag is het weer schoon en droog, en kan je ze weer hergebruiken. Ze zijn ook nog waterdicht, dus ik heb hier nu toevallig een appeltje in gedaan, gewoon helemaal met schil. Maar als je bijvoorbeeld kleine kinderen hebt die dus liever een geschilde appel mee willen nemen, is dat prima. Ik kan de appel schillen, ik kan ze in kleine stukjes snijden. En dan kan je ze ook gewoon hier in het zakje doen, niks lekt door, helemaal waterdicht. Het is helemaal gemaakt van duurzame materialen, zonder schadelijke stoffen. En ja, ik vind ze gewoon er ook ontzettend hip uitzien voor de... Ja, kinderen, vrouwen, hebben ze in hele leuke roze kleurtjes met hele leuke hartjes en peren. Je hebt ze ook in tal van andere patronen, zoals groen met allemaal vogels. En voor de mannen en de, ja, de jongens heb je ze echt in een hele coole ruitjespatroon, zwart-wit. Dus je hoeft er helemaal niet voor te schamen als je dit meeneemt naar je werk of als je kind dit meeneemt naar school. Het is te bestellen bij Green Jump. Dat is een webwinkel die alleen maar duurzame en gifvrije producten verkoopt. Absoluut de moeite waard om daar eens een kijkje te nemen. www.greenjump.nl. En als je dan ook nog drinken mee wilt nemen naar je werk of naar school, dan kan je die meenemen hierin. Dit zijn drinkflesjes gemaakt van roestvrij staal. Je kan dus ook geen BPA in je drinken lekken. En deze zien er ook gewoon hartstikke cool uit. Je kan ze natuurlijk deze ook gebruiken als tijdens sporten. Kortom, ik zou zeggen, lekker lunchen, lekker lunchen, lekker veilig lunchen. Doe je met deze recyclebare lunchzakjes. Dit was Natuurlijk Gezond Slank met Julia Kam. Tot de volgende keer!